ben Hessel Altenburg, opvangspecialist bij Sprevo. We zijn hier op het bedrijf van Wim Schrijver en Henk Kleij. Op dit bedrijf worden 240 melkkoeien gehouden. Ze hebben twee locaties, één voor het melkvee en één voor het jongvee. De vaaskalveren gaan na 14 dagen naar de opvanglocatie en komen na 6 maanden weer terug. Ik sta hier in de opvangstal waar de kalveren de eerste 14 dagen worden gehuisvest. Wat hier belangrijk wordt gevonden is een goede biesvoorziening, een goede hygiëne en een hele goede opstart met kalvermelk. Een goede opstart met kalvermelk betekent op dit bedrijf het voeren van 1 kilo Sprevo op 6 liter water. En daarvan wordt 2 keer 2,5 liter per dag aan de kalveren verstrekt. Als een kalf de eerste 14 dagen goed doorkomt, wordt het niet snel ziek en bereik je de optimale groei tot aan het spenen. Dat is de beste basis voor hoogproductieve koeien. De kalveren krijgen direct bij de geboorte ijzer in combinatie met vitamine B12. Daarnaast wordt gedurende de eerste 14 dagen een vitamine-mineralenmengsel toegevoegd aan de melk. Deze melkveehouders zijn ervan overtuigd dat kalveren iets extra's nodig hebben om snel een actieve weerstand op te bouwen. Daarmee wordt het risico dat kalveren ziek worden in de eerste 14 dagen een stuk kleiner. Met een goede hygiëne, met intensief voeren en met het toedienen van ijzer en het voeren van vitamines en mineralen gedurende de eerste 14 dagen bereikt men op dit bedrijf optimale resultaten. Je ziet op dit bedrijf dan ook gezonde kalveren die zeer goed groeien, nauwelijks diarree hebben en een zeer laag uitvalspercentage. Een betere start kun je jonge kalveren niet geven.